eens even langs mijn oude huis rijden. Mijn ouderlijk huis. Het eerste huis wat ik gewoond heb. Ik heb eigenlijk twee huizen, ja, officieel mijn twee huizen gewoond. Dat is waar ik nu woon. En het huis wat... waar we straks langs zijn, mijn ouderlijk huis. Kijk, hier zat Albert Heijn, daar zit er nog. Daar gingen we wat de boodschappen doen. Later dan, in het begin was het bij de Kool. Kijk, dit was een blok. Dit is nieuw. Dat is een nieuw. Dit is nog oud. Die school is ook al zo oud, dat is niet normaal. Die school daar is ook al oud, die zit er ook nog steeds. Beatrix, ja. Deze huizen zijn ook allemaal nieuw. De kerk is oud, gingen vroeger naar de film. En hier zo heb je dan allemaal nieuwe huizen. Hier stonden vroeger van die portiekflats, waren dat ook. Maar geen galerij, maar dit zijn nou allemaal denk ik enigszins woningen met drie verdiepingen. En dan krijg je hier zo, zeg maar, hier zo, dit zijn gewoon de oude flats nog, die er vroeger ook stonden. Hier woonde eentje van mij van school, daar ben ik wel eens geweest. Hier woonde mijn schoonzus, woonde hier zo, met de ouders. En dan gaan we nou eens kijken wat... hier zo heb ik gewoond, het eerste eengezinswoning die je aan die kant ziet. Hier zo. Gespeeltijdje was er niet waar vroeger. Vroeger stond hier rechtuit Valkenstein. Dit was er wel allemaal, dat was voor Valkenstein. En hier zo was Valkenstein stond hier. Hier woonde het meisje van de trambestuurder, hier ergens, van de 63 iets in die buurt. Dit, de eerste, meest rechtse garage hier, dat was mijn garagebox op een gegeven moment. Vroeger liep de straat hier verder, maar dat doet hij nu niet meer. Dit is ook allemaal nieuw. Allemaal nieuw, dit hele stuk. Dit zijn nog de oude flats. De oude flats. Het is zonnescherp. Grappig, hè? Dat er zeg maar heel zo is nieuw. En een groot gedeelte is ook nog oud. We gaan eens even de Schalenslagen dijk op. Dan ken ik iemand die moet oppassen, die moet even een beetje opletten, die herkent het wel. Vroeger lag hier, zeg maar, bij het fietspad links, lag de spoordijk, hier zo. Daar hebben we heel wat van afgesleept, zeg maar, met, want de trein ligt nu hier, dat is iets verder weg geworden. Dit is de metro, daaronder hebben we ook nog een hut gehad, daar zo boven onder het viaduct. Echt grappig. En dit lag er ook al. Hier had je een voetbalvereniging. Het is allemaal wel leuk om weer eens te zien, hoor. De befaamde Schaarloos-Lagendijk. Waar mijn broeders wel eens een agent hier zo aan de dijk hebben geduwd. Ja, dit was vaak wel als je naar Oostvoorne ging of zo, dan gingen we altijd over de Schaarloos-Lagendijk terug, zo naar huis. Zo, ik zie ze flikkeren, maar goed.
Vroeger ging je rechtuit hier zo, nou moet je hier zo, linksaf. En een McDonald's, die had je nog niet toen. Volgens mij had je die nog helemaal niet.